Ja, dit keer een hele bijzondere locatie op zoek naar de beste violist van Nederland, Erneu Ola. Geweldige man, maar hij woont op een beetje gekke... Ik heb geen idee waar ik in moet. Hey, waar moet ik in? Ja, ik zie het. Ik kom je halen met de lift. Helemaal goed. Oké, man. Die heeft nou een eigen lift thuis. Niet te geloven. Ja, daar is hij. Kerel. Hoe is het nou? Goed, goed, goed. Kan je die gaan zien, man? Ja. Nou, je hebt je eigen lift in je huis. Ja, hoe is dit? Dit is de rijkste violist van Westland. Nou, waar gaat hij, hoor. Daar gaan wij. Kom maar. Kijk. Oh, ja, hier was het. Ja, ik ben wel eens een keer bij je geweest. Ja, natuurlijk. We hebben hier gerepeteerd. We hebben hier... Oh, maar het is alweer een tijdje terug. Ja. Wat een waanzinnige... En die snoekertafel. Ja. Dat weet je nog van onze repetities. Ja, dat is het. Nou ja. Nou ja, maar, dit, hier repeteren we natuurlijk. Ja, geweldige ja, ruimte. Ja, het is grandioos. Maar vertel eens. Ramen. Kijk, ja. Erneu ken ik al vanaf 1989. Juist. Want toen kwam ik bij het Metropolenkest. Oké. Okay. Maar jij zat er al veel langer. Snotneus dat je bent. Ja, echt waar. Want hoe lang zat je... Wanneer ben je daar begonnen? Ik heb in 69 ben ik begonnen om daar te snabbelen. 1969? Oh, achteraan. Toen was achterin. Ik achter. Ja, precies. Vrij werd maar in. En toen in 70 was een proefspel. En ik wilde helemaal niet proefspelen. En zei iedereen, joh, dat is een goede baan. En zo, tweede concertmeester, ga nog maar proefspelen. En ik vond de mensen om me heen fantastisch en ze speelden grandioos. Ik denk, ja, dit is mijn orkest, klaar. Ja. Nou ja, dat met mijn neus in een Hollandse boter. Ja, maar dat moet je me toch nog even uitleggen. Want, ja. Misschien een hele stomme vraag, maar wat is nou precies de rol van een concertmeester in een orkest? Ja, nou, eigenlijk is het een soort brug tussen... De dirigent en het orkest. Het dirigent en het orkest. Je haalt een woord uit normaal. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel van jouw achtergrond. Nee. Maar jij bent geen zigeuner. Of ben je wel zigeuner? Ik ben vol, een volle. Volbloed zigeuner? Ja. Wat houdt dat dan in? Wanneer ben je een zigeuner? Nou ja, de meeste mensen hebben toch wel een heel troebel beeld van wat een zigeuner is. Weet je? Want er zijn, net zoals in ieder volk, zijn er verschillende. Je hebt de Sinti's, dat zijn jongens die heel veel gehandeld hebben, dus de handelaars zijn. Ja. Dan heb je de Roma's. De Roma's. Maar ze roepen maar, oh ja, er zijn Sinti's en Roma's. Niemand weet eigenlijk. Nee. Ik ook maar heel klein beetje. Ja. Maar wie absoluut de Roma's zijn, dat zijn de muzikanten. Dus de Rosenbergers? De Rosenberg, Rosenberg trio. Dat denk ik, ja. Ik weet niet wat hun achtergrond is. Maar ik ben een stadszigeuner. Ik ben opgegroeid natuurlijk in Boedapest. Ja. Mijn vader is opgegroeid in Boedapest. Mijn opa is opgegroeid in Boedapest. Dus dat kan je eigenlijk bijna niet meer rekenen als de... Nee. Maar de mentaliteit, dat blijft er wel in. Wel. Even kijken waar het leuk is, lekker is en gezond is. En want ik ken jou als een genieter. Jij geniet altijd van alles. Ja, maar ik zie dat in jouw hele houding. Ook hoe jij speelt. Ja. Je speelt gewoon... Met je hart. En dat vind ik echt. Het komt uit je tenen. Natuurlijk. Je moet je erin gooien. Wat maak je anders mee? Natuurlijk. Dus zullen we een stukje spelen? Nee. Gaan we spelen. Dan gaan we spelen. Alright. Ik heb het voor je. Ik ga het even pakken. Oké. Okay. Ja. Nou heb ik speciaal voor jou. En dat doe ik eigenlijk nooit bij de gasten in dit programma. Nee. Heb ik een stukje geschreven. No Holiday for Erneu. No Holiday. Dat weet je waarom dat het zo heet? Nou, omdat... Ik werk maar rot. Je werkt, ja. En dan wil je dat ik nog steeds... Je mag niet met pensioen. Nee, nog steeds niet. Oké. Holiday for Strings ken je wel, hè? Ja, zeker. Leroy Anderson. En dan is het No Holiday. En daar heb ik het op gebaseerd. Dus dan moet je maar eens kijken. Maar dan heb ik nog een verzoek aan jou. Ja. Want we zijn toch een beetje een duo. Alleen, dit ziet er niet uit. Kijk, ik heb allemaal visjes. En ik weet dat jij dol bent op vis. Ja. Heb jij, ik kan me herinneren dat jij een blouseje hebt met visjes. Ja, je raadt het echt heb nooit. Ik heb hem gisteren echt aangehad. Gisteren aangehad. Oh, dus hij is vies. Hij stinkt. Nee. Ik stink nooit. Wil je hem voor me aandoen? Moet eens kijken. Ja. Is dit hem? Is dat toeval of is dat toeval? Geweldig, hè? Eens kijken. Kijk.
De hele zee. Helemaal, de hele zee. De hele zee helemaal. Hebben we bij elkaar. Zullen we een keer doen? Wij zijn voorzichtig met visjes. Wel, hè? Ja. Niet zoals... Hou op. In de zee. Zal ik het aanhouden? Ja, ik vind het, je knapt er enorm van op. Ja, dat... van alles eigenlijk. Elke verandering is een verbetering. Ja, dat zou mijn vader zeggen. Maar wacht even. Kijk er even naar. Ja. Nou, daar gaat hij. Nee, ja, wacht even. Even stemmen. Nou, zo proberen. Ja, laten we eens kijken. Doeken. Geweldig. Nou, wat lief van je man. Ja, ja, mooi stukje toch? Leuk, ja, stukje hartstikke toch? Leuk. Alleen de titel, No Holiday. Okay, dat is nog een beetje... Nou, ja, ik vind eigenlijk, je mag nog steeds geen vrij van mij. Want ja, zo'n goede violist. Ik zie je ook niet elke dag. Zullen we nog een stukje doen? Nee, ik heb nog een verzoeknummer. Ja. Heel even een mooi stukje. Schindler's List. Oké. Vind je dat mooi? Ja? Ja, is dat tuurlijk, te doen? Ja? Tuurlijk. Van uit de film Schindler's List. John Williams, zeer indrukwekkende muziek vind ik altijd en ook indrukwekkend hoe jij het speelt. Dankjewel, dat moet je normaal wachten. Ja. Zullen we doen? Ja, ja. We moeten alleen even de muziek erbij pakken. Oké. Kijk, ik heb hier een bladmuziek. En dan doen we het eventjes, gewoon even, want je doet dat zo mooi. Nee, dankjewel. Even vanaf het middengedeelte, weet je, dan begin ik. Weet je? Ja, is goed.
lekker. Dankjewel, hè. Nou, heerlijk. Heb ik nog maar één wens. Oh ja. Even een nog meer. Even een potje poelen. Oh, je hebt zo'n mooie poeltafel. Gaan we doen. Ja? Gaan we doen. Tuurlijk. Nou, alvast bedankt voor het kijken en tot volgende week.